Deze beschouwing is een reactie op een reactie die ik heb gekregen op een filmpje van mij, een beschouwing van mij. En die reactie die komt van Francis Capelle. En die heeft een aantal YouTube-films gemaakt met als titel 'De eerlijke atheist'. Ik zal een linkje naar de betreffende reactie van hem. Zal ik onder deze video zetten. Ik heb naar zijn verhaal geluisterd. Bijna helemaal. En ik was op drie kwartier en toen had ik drie A4's met opmerkingen. Ja, handgeschreven. Dus. Maar ik had heel wat puntjes waar ik zou op zou kunnen reageren. Bijvoorbeeld, hij zegt ergens dat er eigenlijk geen tien geboden zijn, maar elf geboden. Nou, ja, dat, ja, dat zegt mij dan even helemaal niks als je dat niet onderbouwt. Dus misschien is het heel vanzelfsprekend, maar voor mij dus niet. En dan weet ik ook niet hoe ik daar eigenlijk mee uit de voeten moet. Waar ik deze reactie van mij op wil concentreren. Is de opmerking van mij die ik gemaakt heb en waar ik achter sta. En het is dat de oorzaak van alles dat er is. En nou, wat is alles dat er is? Dat is dan uh, het universum, de wereld, maar ook het leven. Planten, de dieren, de mensen. En, heel belangrijk, het woord. En het woord, dat is de... de dat is best moeilijk als je je daar uh, het, het hoofd over gaat breken met wat het woord nu precies is. Want het woord heeft alles te maken met de werkelijkheid. Er is een Latijnse spreuk en... Dat was het ook alweer. Veritas est. Uh, het, het komt erop neer dat iets is waar als het ook zo is. Jammer dat ik nou dat Latijn even niet weet, maar het is vrij oud in elk geval. En jij kan het denk ik ook wel beamen dat. Als je zegt dat tantamine in de keuken is, dan is dat waar als tantamine in de keuken is. Ja. Dus het woord is een afbeelding van de werkelijkheid en het woord heeft dus alleen maar, in die zin ook alleen maar nut als het slaat op de werkelijkheid. Dus het woord kan je niet loszien van de werkelijkheid. Je kan zeggen van ja, maar je hebt bepaalde boeken, zoals science fiction boeken bijvoorbeeld. En die zijn toch leuk om te lezen. Of science fiction films en die zijn leuk om naar te kijken en dat is geen werkelijkheid. Nou, het is natuurlijk fantasie. En voor een deel heb je ook in een science fiction film dat het relateert aan de werkelijkheid. Als je me nog even volgt, hè. Het gaat dan bijvoorbeeld over een of andere. Uh, ja, neem die film Space Odyssey 2001. Naar nou, het boek van Arthur Seek. Nee, dat is niet het boek natuurlijk, maar die film van Stanley Kubrick. Hè? Ja, de totale fantasie. Toch is dat het woord in die zin dat het gaat over bijvoorbeeld mensen. Ja. En uh, machines. En die machines zijn gemaakt door mensen. En dan gaat het hier over een machine. En die kan dan zelfstandig denken. En dat slaat helemaal nergens op, natuurlijk. Maar in het geheel is het dan geloofwaardig. Want je moet ervan uitgaan dat het in de toekomst is. En, en dan moet alles maar kunnen. Nou, als het woord. Correspondeert met de werkelijkheid. dan spreken we van waarheid. En als het woord. niet correspondeert met de werkelijkheid. dan is er sprake van een leugen. Dus het woord. en de materie, dat zijn. Uh, die dingen. die hebben een relatie tot elkaar. En die relatie. die doet er dan ook toe. Want. Er is nogal een heel groot verschil natuurlijk tussen een leugen en de waarheid. Nou, stel ik dat de zin waarmee het vierde evangelie, en dat is het vierde boek van het Nieuwe Testament. En dat boek is geschreven door Johannes. Zo, zo wordt dan gezegd, hè. daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Er is geen YouTube-film van, maar dat deed nu een keer zo. En dat moeten wij dus aannemen dat dat naar waarheid is opgeschreven. Johannes heeft dat geschreven. En Johannes die begint, of dat Evangelie van Johannes, dat begint met de tekst. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Wat Johannes hier impliceert, is dat van die twee dingen, hè, dus het woord. Precies zoals ik het, het letterlijke woord, dus dat wat correspondeert met de werkelijkheid, ja of nee. Hè, dat woord was er voor dat er iets was. Dus het woord ging vooraf aan de materie. Dus eerst was het woord, de, de taal, de logos. En toen pas kwam de materie. Dat dicteert Johannes 1, vers 1. In zekere zin. Is dat ook zo in het eerste boek van het Oude Testament, het boek Genesis? Waarin Elohim, zo heet hij in het Hebreeuws, dat staat voor de krachten. En de krachten, dat is dan, alhoewel het een meervoud is, is het toch één. Nou, daarvoor moet je Hebreeuws. Goed kennen en zelfs, ja, ik ken mij heel klein beetje Hebreeuws, ik ben al een tijdje op aan het bestuderen en het is een heel ander idee van taal dan bijvoorbeeld het Nederlands. Bijvoorbeeld het woord water, dat is meervoud in het Hebreeuws. En wij hebben in het Nederlands iets van uh, het water, Want het water is koud hè? en wij spreken ook over de wateren. Nou, de, dan wateren, dat zou je in het Hebreeuws niet kunnen zeggen. Want water is in het Hebreeuws al meervoud. Dat is Maïm, namelijk. En het eindigt op im, en dat is een meervoud. En eloim staat op elo, dat is de, de kracht, de power. En dat in het meervoud. Maar het is dus net zo goed te zien als een enkelvoud. Ik wou dat ik meer wist van Hebreeuws en dan kon ik er meer over vertellen. Maar dit is wat ik weet. Daar moet je maar even mee doen. En Elohim, de krachten, en dat moet je zien als een enkelvoud, als een eenheid. Een eenheid van krachten. Die spreekt. En als die gesproken heeft, dan is het er. Dus God die sprak: er zij licht. En toen was er licht. Dus alles wat. God noemen wij dat, hè? dus die eenheid van krachten. Dat is in het Nederlands vertaald met God. Elohim dus. Hè? Dat spreekt en dat realiseert de materie. Dat zegt de Bijbel. Zowel in het Nieuwe Testament, in het vierde boek, het vierde Evangelie van Johannes, als in Genesis. Dus het woord creëert de materie. In de 20 e eeuw was er een Nederlander geboren in Groningen. En die heette Gerardus Heymans. En Heymans, dat schrijf je H-E-Y. En dan Mans, Heymans. En die man was. Eerst natuurlijk student, maar daarna werd hij professor. En hij was rete beroemd in die dagen. En die heeft een boek geschreven, dat is zijn hoofdwerk. En dat boekje is vrij dun. Dat heb ik hier in huis. En het is door hem geschreven in het Duits. Dat was toen chic hè, als je in het Duits schreef. En de oorspronkelijke titel die luidt Einführung in die metafysiek. Dat is in het Nederlands vertaald en die vertaling heb ik. En dan heet het Inleiding in de Metafysica. En daarin stoeit hij met de vraag of de materie ook het woord zou kunnen veroorzaken. Iets wat we nu, hele ten dagen, ook zien bij die beweging, dat heet transhumanisme, en dat hangt nauw samen met het begrip kunstmatige intelligentie. Het idee van kunstmatige intelligentie is dat je materie hebt. In dit geval dan computers, denken ze dan aan, hè? Dus Chips. En dan heb je die chips. En dan doe je daar een stroompje op. En dan gaan die chips een programma afdraaien. En dan komt het woord uit die chip. Waarmee dan niet wordt bedoeld met kunstmatige intelligentie dat er, een, uh, uh, dat er een liedje uitkomt of een bepaalde tekst of zo. Nee, dat die computer dan waarneemt en zijn waarnemingen kan verwoorden. Dat hij een mening heeft, een idee heeft. Dat is het woord. Want jij zegt dan: Tantamine is in de keuken. En dat komt omdat jij hebt gezien dat Tantamine in de keuken is. En als iemand aan jou vraagt: Waar is Tantamine? Dan kan jij dus beseffen dat je dan moet zeggen: Tantamine is in de keuken. Dat is het woord. Dus je neemt iets waar in de werkelijkheid. En je spreekt daarover. En dan is dat wat je zegt is waar of het is niet waar. Dat is het woord. Logos. Op zijn Grieks. Nou, kan de materie. Het woord veroorzaken. Nou, dan moet je weten hoe. Dan heb je daar een model voor nodig. Dan moet je uitgaan van, nou, ik neem wat gekse eh, kwantummechanica of eh, snaartheorie of eh, een of ander idee van de werkelijkheid dat je dan hebt. En daaruit volgt dan dat je kan laten zien dat het mogelijk is dat materie kan. Nou, denken kan je ook zeggen. Dat als je denkt, dan zit het woord al in je hoofd. Hè? Dat heb je dan nog niet uitgesproken, maar het woord is in je hoofd. En dan vraagt Gerardus Heijmans zich af, is er een model... wat je dan kan loslaten op de werkelijkheid, op de materie, dusdanig dat die... Tot het woord kan komen, die materie dan, middels dat model. En hij concludeert dat er geen model is. En dan zegt hij dat omdat er geen model is op basis waarvan je zou kunnen denken dat materie zou kunnen spreken. Nou, los van het feit dat je natuurlijk in een CD-recorder of zo, doe je een CD'tje in. En er kan uit de luidspieker komt dan. Dit is een beschouwing van Winkel. Of weet ik van wat. Een toespraak van Madame de Koningin of zo. Hè? Dat bedoelen we niet. We bedoelen echt iets wat ik nu doe: hè? nadenken en beschouwen en een mening geven, een oordeel geven. Hè? Op basis van een ervaring iets vertellen. Hè? Nou kan dat dus. Nou, Gerardus Heimans zegt: er is geen model. Nou, Dat zei hij aan het begin van de 20 e eeuw. En dat deed hij door een uitputtende, een volledige opzomming te maken van de verschillende wiskundige modellen die er überhaupt zijn: matrixrekenen, differentiaalrekenen, vectormeetkunde. Alles gooit hij op een rijtje. Niet als een puinhoop, maar netjes stuk voor stuk. En per categorie van mogelijke modellen laat hij zien dat die modellen niet kunnen leiden tot waarneming en daarmee het woord. Dat is het begin van de 20e eeuw. Nou, die conclusie van Gerardus Heimans is niet weerlegd. Ik laat even een pauze van. Waarmee dus Gerardus, Gerardus Heimans, zonder dat hij dat toen wist, want toen waren er nog geen computers in die dagen, he, heeft hij dus laten zien dat iets als kunstmatige intelligentie helemaal niet kan. En dan kan jij zeggen: ja, maar je hebt toch tegenwoordig schaakcomputers? Dat is dan toch ook intelligent? Nou, eigenlijk niet. Een schaakcomputer is niets meer dan. Dat zo'n zo chip. Het is een, een, een rekenmachine die dan heel snel allerlei schaken, standen, posities. Uh, kan analyseren. En zo dan in een heel groot woud van mogelijkheden. de ene mogelijkheid kan vinden die leidt tot winst. Ja, dus ik kan niet winnen van een schaakcomputer. Dat kan je lekker vergeten. Ook iemand als Magnus Carlsen kan niet winnen van een schaakcomputer. Ja, misschien heel af en toe, maar nee, ik denk tegenwoordig zijn die schaakprogramma's zo geavanceerd... dat ook hè, Martin Scarton is de wereldkampioen. Ja, die winnen daar niet van. Dat is dus on, dus ondoenbaar. On, ondoenlijk moet je zeggen. Ondenkbaar. Maar die computers denken niet. Die doen niets anders... als uh, stellingen sorteren... Uh, ja, de, de zijn formules loslaten op situaties... net als in een rekenmachine... Een rekenmachine kan jou heel snel vertellen hoeveel 25 in 25 is. Maar dat is niet omdat die machine kan rekenen. Dat is een chippy. Dat is een rekentrucje. Dat is iets met elektronica. Die machines denken niet. Een rekenmachine denkt niet. Denk aan die oude kassa's waar nog zo'n slinger aan zat. Dan kon je ook zo typ, 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 typ. En dan haalde je zo'n hendel om en dan... En dan kom je dus in een uiteindelijk op nog een knop en dan komt dat totaal eruit. Dat is niet omdat zo'n kassa-register kon rekenen in die dagen. Nee, het is een handig dingetje met klikjes en palletjes en piefjes en poefjes. En hetzelfde heb je ook in een, in een rekenmachine tegenwoordig. En een computer is niets meer dan een geavanceerde, programmeerbare rekenmachine. Het is alleen maar een rekenmachine. Die kan niet nadenken, kan niet rekenen. Je kan, kan wel een, een rekensomkaart erin stoppen doe je is gelijk aan. En dan hey, het antwoord klopt. Maar wat wij doen als wij rekenen, dat kan een computer niet. Echt niet. Ga er maar over als je denkt van dat ik nou een onwaarheid spreek, dan moet je er even over gaan nadenken. En nog even naar het begin van dit praatje teruggaan. Hè? Nou, Gerardus Heijmans, die komt dus tot de conclusie dat als je het hebt over de materie en het woord, of de, de werkelijkheid die er is met de bomen en de bijtjes en de bloemen en de sterren en de orkanen en de CO2-concentratie in de atmosfeer. Dat aan de ene kant en dan het woord aan de andere kant. Dan zegt Gerardus Heijmans, nou, de materie kan niet de eerste zijn geweest. Nou, wat blijft er dan over qua mogelijkheid? Nou, dan kan je nog zeggen, nou, de materie was niet het eerste, maar toen de materie was, op dat moment was tegelijkertijd het woord daar. Dat kan je zeggen, ja. Dat het precies op hetzelfde moment was. Maar de materie kan niet eerder zijn geweest. De materie kan niet de oorzaak zijn geweest van het woord. Dat heeft Heimans laten zien. En als het wel zo was, dan was dat op een manier die wij niet kunnen bevatten. Want we hebben er geen model van kunnen maken. We konden er toen geen model van maken. Nou, Heijmans heeft voorspeld, er is geen model van te maken, want dat kan niet. Nou, dat was Gerardus Heijmans, die dus dan... Heel duid, dat zegt hij dan op een duidelijke manier. Hij trekt dan de conclusie. Hij zegt nou de materie kan niet de oorzaak zijn. Niet vooraf gegaan zijn aan het woord. Dus moet het andersom zijn gegaan. En moet het woord de oorzaak zijn van de materie. Ja. Dan pak ik er nog een bij. En dat is Arthur Schopenhauer. De Duitse schrijver. Filosoof wordt hij wel genoemd. Maar de Schopenhauer was eigenlijk niets meer dan een schrijver. Een man die goed kon nadenken. En hij schreef. Hij zegt dat de oorzaak van alles, dat dat de wil is. Nou, de wil, wat zou dat kunnen zijn? Hè? En Schopenhauer bedoelt letterlijk de wil die wij zelf ook ervaren. Dat wij iets willen. En wat wij willen, dat is niet iets materieels. De wil, dat is iets wat behoort tot het rijk, het domein van het woord. Het idee van Arthur Schopenhauer, door de oorzaak van het universum en alles wat erin zit, te leggen bij iets niet-materieels, namelijk de wil. Is niet weerlegd. Tenzij het weerlegd is en ik ben het niet tegengekomen. Maar dan is het dus weerlegd en heeft men het angstvallig geheim gehouden. Wat natuurlijk zou kunnen. Maar het is niet weerlegd, naar mijn mening. En ook iemand als Friedrich Nietzsche, ook een schrijver, ook toevallig een Duitser. Die heeft dat ook nooit in twijfel getrokken. Friedrich Nietzsche was wel de enige criticus... die, nou, wiens woord, ook weer wiens woord... echt wel hout sneed als het dan ging om het werk van Schopenhauer. Maar die heeft niet dat principe van Schopenhauer weerlegd... dat de wil het begin is. Het enige waar Nietzsche het over had... was dat Schopenhauer de zaak te... ...te liefjes zag. Maar dan ga ik er nu verder niet op in... ...wat dan die kritiek van Nietzsche nou precies inhield. Maar, ja. maar zo heb je dus uh, Schopenhauer... ...je hebt Gerardus Heimans, ...en die komen dan ook met de conclusie... ...dat het woord, dus het niet-materiële... ...wat wel te maken heeft met de werkelijkheid... ...de oorzaak is van de werkelijkheid... Nou, en dat staat dus ook in de Bijbel. Dat is wat ik bedoelde te zeggen met dat de oorzaak van het universum ligt in het woord, in het idee, in de wil. Dus iets niet materieels is verantwoordelijk voor het ontstaan van de materiële werkelijkheid. En dan weerlegt. Frans is mijn theese dat uh, er dingen in de werkelijkheid zijn en die zijn door materiële dingen tot stand gebracht. Ja? Bijvoorbeeld uh, een schilderij. Een schilderij dat is iets in de werkelijkheid en het is tot stand gebracht door iets materieels, namelijk een schilder. Ja. Daar heeft Francis dus helemaal gelijk in. Dat kan. Ik ben ook niet gek. Hè? Een auto wordt gemaakt. En trouwens, ik ben zelf ook iemand. Ik maak graag dingen. En dan kijk ik heel tevreden naar dat wat ik gemaakt heb. En ik ben materieel. En ik kan met mijn handen bewegen. En dan kan ik dus iets scheppen. Hè? Waar het mij om gaat is dat. De totaliteit van het universum en de wereld en de mensen en al die dingen, dus alles bij elkaar, dat kan niet veroorzaakt zijn, voorafgegaan zijn door materie. Want de, de, daar mankeert iets aan. Dus de, de materie dient en moet veroorzaakt zijn door iets niet materieels. Het is dus alles bij elkaar. En dat er binnen de werkelijkheid geschapen kan worden door een schilder of een kunstenaar. Of... Nou, vandaag heb ik weer schoongemaakt hè? en dan maak ik weer een schoon toilet. En dan schep ik een schoon toilet. Dat, dat kan allemaal, natuurlijk kan dat. Maar ik was er als eerste voordat het toilet schoon werd. Dus de oorzaak dat het toilet schoon werd, dat was Winkel die in leven was. Maar die totaliteit van het leven en het universum en alles met zit en met te maken heeft, dat, is, dat kan alleen maar veroorzaakt zijn door iets niet materieels. En dat zegt de Bijbel, en dat zegt Schopenhauer, en dat zegt Gerardus Heimans. En met die uh, twee filosofen nog echt een hele tris meer hoor. Er zijn er nogal wat die zich daar. Uh, ja, het, het hoofd over hebben gebroken en tot dezelfde conclusie zijn gekomen. En elke wetenschapper zal moeten toegeven dat hij of zij ook geen mogelijkheid ziet om het te gaan realiseren. Behalve dan maloten zoals Elon Musk, die zeggen: Nou, dat ga ik doen. Elon Musk is die man van die Tesla-auto die te veel geld heeft en die denkt dan binnenkort een computer te gaan maken. En en die computer zal dan kunnen nadenken of zoiets. Maar dat kan helemaal niet. We hebben zo'n roman gehad van Mary Shelley. Dat was dokter Frankenstein. En dan was dan een dokter en die had dan een lijk. En dan met elektriciteit, uh, bla bla bla. En toen kon ineen, uh, werd, kwam dat lijk in een... dat tot leven. En kon het gaan waarnemen en kon het gaan nadenken. En was dus het woord gekomen in de dode materie. Maar dat is een roman. Er is niemand tegenwoordig die denkt dat het in het echt kan. Behalve charlatans zoals Elon Musk. Die dan mensen het hoofd op hol jagen met waanideeën. Dat is wat ik. Uh, ja, dat is mijn belangrijkste reactie op de reactie van Francis. Francis Capella. Ja, dat mag. Dat is hoe ik het zou verwoorden. Wat ik gezegd heb. Nou, ik hoop dat, dit, uh, dat ik dit goed heb verwoord. Dat jullie er ook wat aan hebben. En ik denk dat ik nog wel vaker uh, zal moeten reageren op mensen die. Op mij reageren. Want ja, iemand als Francis is dan een atheïst. Maar zo ken ik er nog wel meer. Die ook reageren op mijn beschouwingen. En um, tot en met heel geagiteerd en pikant en opgewonden kunnen reageren. Dat kan je toch allemaal niet zomaar zeggen? Nou, dat kan ik dus wel zeggen. En ik ben niet gek. En ik denk dat. Dat, dat wat in de Bijbel staat uh, correct is. En dat Arthur Schopenhauer de correcte conclusie heeft getrokken. En Gerardus Heymans ook. Dat is nu een keer mijn oordeel. Ja, maar Piggy, uh, je mag niet oordelen. <laughs> nee, dat mag je wel. En je mag alleen niet oordelen opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Dus niet oordelen op een manier dat je jezelf buiten alle twijfel plaatst. En ik heb altijd gelijk. Dus Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Dat staat er. Maar je mag wel oordelen. Je mag gewoon zeggen, deze soep is koud. En ik lust geen koude soep. Daar dat, dat, is niks mis mee. Of uh, het is lekker weer. Tuurlijk mag je dat zeggen. Dat is een oordeel over het weer. Wat vind je van het weer? Nou, ik vind het lekker weer. Dat is een oordeel. Tuurlijk mag je oordelen. En mijn oordeel is dat Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, Gerardus Heymans en Johannes, de auteur van het Vierde Evangelie, en Mozes, de auteur van het eerste boek van het Oude Testament, dat die gelijk hebben in hun stellingname dat iets wat buiten de materie staat, heeft de materie veroorzaakt. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie, tjus en tot mijn volgende reactie.